Ik ga nu op weg naar het AMC. Ik ga mijn moeder ophalen van de dialyse en dan gaan we samen naar het verpleeghuis toe. Mijn moeder dialyseert 5 keer per week, 2 uur per dag. En ja, dat doe ik dus ook voor haar. Zo zorg ik ook voor haar. En zorg ik ervoor dat ze op de terugweg, waarin ze toch zwak en misselijk is na zo'n behandeling, dat ze toch op een veilige manier weer thuis komt en ook snel geholpen kan worden. Maar hoe was je dialyse? Heel slecht. Heel slecht. Hoe kwam dat? Ik kan nog met een heel balde pomp begonnen. Oh, je bent vandaag met een nieuwe soort pomp begonnen, waardoor het dialyse nog niet optimaal is gegaan. We gaan nu met de taxi naar het verpleeghuis toe. Ik rijd mijn moeder met één hand. En ja. Je bent ervaren. Varun is 16 jaar. Plotseling krijgt zijn moeder 4 beroertes, waardoor een groot deel van haar lichaam en spraak ernstig is aangetast. Dus moet Varun voor zijn moeder zorgen, op zijn 16e. Dat was echt een moeilijke tijd voor me. Je moet je voorstellen, ik was 16. Een schoolgaande jongen, Viravo, leuke dingen doen. Echt op jezelf leven, gamen, hield ik erg van. En op een gegeven moment ben ik voor mijn moeder gaan zorgen. En dat was echt dagelijks zorg. Dus dat hield dus in van mijn moeder moest naar de dialyse, daar ging ik mee. Mijn moeder moest naar het toilet toe, ik bracht haar. Ze had medicatie nodig. Dus... Maar je was 16? Ja, maar ik was 16. Ja, uiteindelijk moest ik het gewoon doen. Mijn moeder heeft geen ander kind, zeg maar. Ik dacht bij mezelf van, ja, stel dat mijn moeder dan later niet meer is. Hoe ga ik dan terugkijken op deze periode? Dan ga ik me voelen alsof ik haar in de steek heb gelaten. En dat gaat me pijn doen. En die pijn kan je dan niet meer terugdraaien, zeg maar. En je vader dan? Ja, mijn vader die nam de zorg in de avonduren over. Hij bracht mijn moeder dan naar bed toe. En in de nachtelijke uren hielp hij haar wat beter in bed liggen. Hoe vindt u dat uw zoon voor u zorgt? Het was een hele goede. Hij is alles van me. Dus ik verwacht ook nog wat anders. Zijn moeder is ook kind. Ja, zijn moeder is ook kind. Oh, hij was ook zo lief vroeger. Ja.
Ik deed mijn ouders en mijn zuster, mijn broers. Ik zal nog maar iedereen. En bent u blij dat u hier bent nu en niet meer... Ja, hoe vindt u het? Nee, hoe dat vindt ik hier ben niet blij mee. Nee, het is ook een hele moeilijke keuze geweest om haar hier in het verpleeghuis te zetten. Het is een soort van afweging geweest. Het is een afweging geweest van, zouden we mama nog thuis kunnen laten zonder risico te lopen, dus zonder dat ze in gevaar is zelf. Oh, wat voor gevaar? Dus dat ze zichzelf wel goed kan manoeuvreren, dat ze goed op het toilet wil blijven zitten. Ik heb gehoord, Viroen heeft gezegd, u heeft altijd tegen hem gezegd, hij moet zijn school afmaken. Ja, natuurlijk. Voordat ik dood ga, weet ik dat hij zijn papieren heeft. Want dan weet hij dat hij zichzelf dan houdt. Maar dat is wel goed dat u dat gedaan heeft. Ja, zeker. Ja. Het is een soort van is push. Altijd een streven van mij geweest. Het is een streven van haar geweest dat ik mijn diploma haal, dat ik zelfstandig word. Mijn eigen ding gaat doen en dat ik het gewoon kan oppakken en dan is zij ook tevreden, zeg maar. Bij als hij maar gelukkig is. Ja. Ja. Ik heb mijn leven gehad. Hij moet een goed leven hebben. Zo. Zo, ja, ze ligt in bed. En daar heb je nu vrijheid, hè? Vrijheid, ja. Nou, morgen weer vroeg op. Dus die vrijheid is er wel, maar niet helemaal, laat me het zo zeggen. Nu kan ik wel, nu is het ongeveer 10:00. En ja, dan is de dag al om, eigenlijk. Ja.